Je zag Kaylee. Ja. Iets prikkelde. Wat was het? Ik was die grote Bobby. Die grote Bobby, hè? Ik weet niet, misschien. Kan. Ik weet het echt niet weg, maar kan. Hey, ik ben iemand die weet dat de juiste mood neerzetten heel belangrijk is. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een fijne ambiance. En ik heb het gevonden in Royal Toradica. Ik bedoel, hier verblijven is heerlijk. Het eten is heerlijk. De cocktails zijn een aanrader. Nu de setting klopt, kunnen we beginnen met praten over de liefde. Alles wat daarbij komt kijken met al zijn mooie en zijn lelijke kanten. En vandaag doe ik dat met een leuk Surinaams koppel. Ze werken samen, ze maken content samen, ze leven samen en ze hebben onlangs ook nog samen een baby gehad. En dat is meteen waarmee ik jullie wil feliciteren. Thank you. Ja, gefeliciteerd. Waar is die baby? Bij de oma. Bij de oma. Oma is Spang, die is al lang blij. Eindelijk heb ik tijd met haar alleen. Huh? Oma's lievelingetje daar. Ja, no? Kaylee en Masra Nesto. Welkom in Gilly's Love Line. Ik vind het leuk dat jullie hier zijn, man. A pleasure. Yes. Lijkt het, als je op Facebook bent en jij ziet niet sketches voorbij komen van Kaylee, dan ligt het aan jou. Want zo ben ik je tegengekomen. Het bleef maar op me. En ik ben heel moeilijk, hè, met naar dingen kijken, want tijd en dat soort dingen. Totdat ik dacht van, laat me kijken, hoor. Ik druk op play en ik denk, wat doet ze het leuk? En je doet het niet eens zo lang, hè? Nee. 2 jaar ongeveer. Ja. Sinds lockdown. Total lockdown in Suriname. Oké. Wat ik mooi vind eraan, Sam Lobby. Je betrekt ook iedereen. Ik zie mama erin volgens mij, volgens mij Chinsa. Ja. Nesto is ook erin en haar baby's erin zitten. Die wordt ook met een probleem ook een rol gekregen. Ja. Baby, nog sap niet eens dat dat famous. Nee, aan de sabette. Hé, maar over famous gesproken. Want opeens ben je bekend en populair. Net zo even. Die mensen hier komen een foto met je maken. Die cameraman dacht dat het om hem ging. Hoe ga je daarmee om? Ik ben al een paar jaartjes mee bezig. En steeds wanneer die mensen naar ons toe komen, is het een beetje verbazend voor ons. Nog steeds? Want, nog steeds, want... Dat gaat van mij. Ja, want hij zegt van, ben je zeker dat je naar mij zoekt? Ja, meestal, ik weet, ze maken meestal foto met haar. Ja. Ik vergaat die van dat met mij, zeker. Oh, en nu merk je van, Esa? Oh, ik dus, ook. Dus soms loop ik op zich en ik ook van, dag man van Kaylee, want de meeste kennen mijn naam echt nog niet echt. Ja. Dus daar roepen ze me, dag man van Kaylee of zo. En dan groet ik ze altijd. Ja, dat verbaast me nog steeds, hè, dat er mensen naar ons toe komen en zeggen van, ik ken jou van die video's. Hé, mijn god, man van Kaylee, zei je. Ja. Ik heb je ook zo genoemd, zo even, hè. Allee, story. Niet hoor. Nee? No. Dat is een feit. Hé, hey, vandaag in Gilly's Love Line, Nesto. Ja toch? Ik Nesto, ja. Nee, maar je lijkt me bescheiden, maar sommige mannen zouden niet mee kunnen omgaan. Ego toch? Man van Kaylee, man van Kaylee. Ja, no, ik ben niet echt een ingewikkeld of moeilijk persoon. Ik ben okay. Echt vrij met iedereen. Nee, wat een Nee. Ja, misschien je kost zo bescheiden, mooie hier binnen en zo, maar ik heb ook een video gezien waar je strip voor Kaylee. Is een act, ga je maar zeggen. Is een act. Want dat is zo'n baby Mickey. Oh. Want je begon alleen toch met die filmpjes van je? Ja, alleen. Dan heb je hem ontmoet en hoe dat is gegaan gaan we dadelijk horen. Maar dan heb je gelijk gezegd, hey, maar je gaat in video's zijn hoor. Ja, willen of niet. Willen of niet. Werkelijk zo is het gegaan. Gaat gebeuren. Ja. Ze zeggen altijd happy wife, happy life. Ja toch? Ja. Oh, dat is. Je leeft met die regel en dan komt het altijd goed. Dan altijd word jij vanzelf goed. Ook gelukkig. Sowieso. Sowieso lief ik gelukkig. Ik zie jullie zitten heel mooi bij elkaar zo. Weet je wat me opvalt is, vooral bij die jonge koppels. Ze zijn vaak samen. De plak eigenlijk, heerdee. Is mooi om te zien. Maar hoe ik single ben, dan valt het me op dat. Dan denk ik, boy, zou ik ermee kunnen? Hoe net fuga, jongens, zullen jullie zien? No. Helemaal. Oké, wat zijn die type daar die echt plak aan me. Nee, dat niet? Nee. Want hoe vaak op de dag, en er is nu een baby, maar hoe vaak op de dag zijn jullie niet samen? Niet samen? Niet samen. In 24 uur. Is wanneer ik werk. Ja, is het toch? Het is omdat het moet. Maar bakken dat weer samen. Oh, weer samen de hele dag door. Ja, hoe lang zijn jullie samen eigenlijk? 13 jaar. 13 jaar? Ja. Oh, ik heb het niet begrepen, joh. Ik dacht, je maakt die video's alleen en je hebt een pas op. Oh, nee. 13 jaar. 13 jaar. Oh, dit is echt.
Ja. Kom ik hier praten over une fuga? Die zijn al lang voorbij, die fuga waarschijnlijk. Helemaal, helemaal. Ja, helemaal. Oh, hey, mooi man, 13 jaar. Jullie lijken op 13. Helemaal. Jullie 13 jaar samen. Ja. Mooi man. Ja, man. Oké, nou dan ga ik je iets geven, want dan moet je je geheugen verfrissen natuurlijk. Kom, actie, Younes toe. Ja, oké, ga mijn best doen. Wie heeft wie gevangen? Huh. Zeg eerlijk hoor. Eerlijk? Ik denk dat ze, dus het is eigenlijk echt, het is een twist eigenlijk in het verhaal. Het is, ik was in die periode was ik pas uit elkaar gegaan met mijn ex. Dat was 2 weken, denk ik, 2 of 3 weken. En dat is voor die dagen, dat is toen ik pas uit elkaar was gegaan met mijn ex, heb ik haar ontmoet. En zij had een vriend. En daar had ik de gezin en ik en mijn mattie waren aan het chillen en ik dacht van, weet je, wat? Mijn mattie was vriend van haar nicht. Ik dacht elkaar van, hey, heb je dat nummer? En dat dus wacht, we gaan terugspoelen. Je zag Kaylee. Ja. Iets dat prikkelde. Ja. De Katikong. Maar je hebt haar niet gevraagd, ja, ik zei wel mattie. Ja. Van hey, die daar met wat zag je dat zo? Was het een lach? Was het een, hoe het eruit zag? Wat was het? Nee, ik was die grote Bobby. Die grote Bobby, no? Ik weet niet, misschien. Maar kan. Maar dat is die periode, maar ik was eigenlijk nog niet op zoek echt naar een vaste relatie. Het was meer een fling. Ja, en dan was ik geïnteresseerd. Maar meer als een, ja, net als wat ze zeggen, een rebound eigenlijk. Een rebound? Ja. Oh ja. Dat is pas uit de relatie, dus ik dacht van, nou, laat me gewoon iets. Om te vergeten. Om te vergeten, ja. Ja. En dan is het naderhand toch serieuzer geworden en zo. Uh-huh. Natuurlijk was het kind. Nee, maar Luko, je slaat niks over. Hoe heb je de overtuiging? Of was je ook gelijk geïnteresseerd van, hé? Hey. Kijk, het was een periode van, je bent jong. Ik had maar wacht, je had een vriend. Ja, ik was al met iemand. Oké. Okay. Maar ik was pas 14 jaar. Oh ja. Ik was pas 14 jaar en het was een periode van niks serieus, weet je. Ja. Oh ja. Ja, gewoon kleine vriendjes, flowloos aan. Onvervangbaar. Precies. Ja. Was echt maar niet van eigenlijk. Ik heb omgekeerd, man. Omgekeerd nog? Omgekeerd. Je ziet, je geheugen begint weer te werken. Hoe is het echt gegaan? Met het appen? Bellen. Toen was er nog geen app of zo. Bellen. Ja. Bellen, contacten en afspraken maken om te ontmoeten. Ja. Die periode was, hoe je mal, maar het redden mal. Anders had je altijd feestjes daar toen, niet meer. En dan hadden we daar ontmoet. Daar chillen, praten en zo. In een soort van een relatie. Maar zei je dat eigenlijk naar invang aan mij? Waarom heb je dat gezegd? Toen ik dat zag de eerste keer, dan is mijn ogen gelijk gepakt. Ik denk dat ik weet maar wat het is. Volgens mij heeft zij de leiding genomen in dat ding, hè? Ja, ik denk het ook. Toch niet te denken. Nou, maar. En jij vond het niet erg dat je te in de eerste... Oh, maar jullie waren jong. Jullie waren wel jong. Dus dat rebound ding, precies, al dat soort dingen. Je hebt niet eens eigenlijk doorstanding. Ja. Je denkt niet meteen van, ja, deze ga ik de rest van mijn leven spenderen. Nee. Het is gewoon van, voor het moment van, ik ben jong, laat me genieten, gewoon van verschillende. En maar wat was het aan hem dan? Volgens jou was het die Bobby. Maar wat was het aan hem dat je zei van, hé, hey, interessant. Ja, zijn oren. Zijn oren? Nee, kan. Is hij nee. Nee, maar werkelijk, die oren sexy was het vast. En ik val op vrouwen. Nee. In het eerste indruk, toen ik hem zag, was ik niet zo impressed, omdat hij leek echt klein. Tot nu toe lijkt hij kleiner vergeleken met mij. En ik dacht van, zo een chin boy. Weet je, maar toen mijn nicht me meer over hem vertelde. En je bent gaan informeren, ja, zo van, hé, hij is toch wel een leuke guy, vooral met zijn smile. Ja, hoe lang duurde het voordat die, minowantak maskers, maar voordat die, hè, je stelt je toch een bepaalde manier op, toch? Ja. Hoe lang duurde het voordat je de echte Kaylee kreeg te zien? Of direct? Ja, eigenlijk. Oh ja, je had ze nooit gemaskerd op, als ik het eerlijk mag zeggen hoor. Ik dacht dat je nou was met een masker. Echt? Ja, je deed je anders voor een beetje. Ja, weet je, je wou altijd van. Nieuwe bezels vegen schoon, toch? Ja. Wat zei je? Nieuwe bezels vegen schoon. Ik wil impressen van, weet je, I'm the man of zo. Maar. En pas na, 3, 4 jaar? Nee, 4 jaar? Kom je los? Tuurlijk. In de loop van de jaren leer je elkaar ook beter leren kennen. Yeah. Vooral hoe we echt jong waren, weet je. Dan, het was wel een challenge, een uitdaging om echt
elkaar en yeah. elkaar te zitten en te van houden, van elkaar echt van houden. Oh, dat was een challenge, no? Accepteren. Oké, okay, oké. Okay. Maar 13 jaar verder, kan je jezelf voorstellen zonder Nesto? Nee. Ik weet niet wat ik zou doen zonder hem. Ik zou ook niet zonder hem kennen. Zijn jullie best friends? Hij is wel mijn best friend voor mij. Ik vertel hem alles, letterlijk. Ja. Ik bedoel, van 13 jaar denk ik wel dat je die vertrouwen en zo en in elkaar moet hebben. Oké, 13 jaar. Nou, dan kunnen we real praten. Want dat betekent dat jullie liefde al is getest. Dus financiële test waarschijnlijk. Verlies, misschien zelf overlijden, vertrouwen. Ja. Wat was de grootste challenge in die 13 jaar voor jullie? Ik denk vertrouwen. Ja, ja. We hadden altijd ups en downs, misschien in die 13 jaar. Vertrouwen is altijd is een ding geweest, ne? Ja, alleen in het begin. Misschien in de eerste 3-4 jaar of zo. Ja. Want we zijn in die periode 5 tot 6 keer uit elkaar gegaan. Oh ja? Ja, dus een aantal keer hadden we breaks en zo. Een aantal keer. Ook al financieel, dat je niet vooruitstrevend bent bijvoorbeeld. Je leert elkaar echt kennen als persoon. Ja. En je hebt je eigen meningen, je hebt je eigen gevoelens. Ja. En het kan uitdagend zijn voor elkaar. Want omdat de een is meer gedreven dan de ander, is dat het? Dat is het idee? En je staat niet op één lijn, waardoor er vaker clashes zijn. Ja. En ook afleidingen. Dus uwaka. Die omschreef je, dat is wat je hier zegt. Ja, ja toch? Kan dat gebeuren. Ja. En jullie waren ook nog jong. Ja. Dat ook, ja. Begrijp je? Echt jong. Ja, jullie waren echt jong. Echt jong. En uit elkaar, maar toch weer samen. En hoe gaat dat dan, dat jullie ergens besluiten van... Wie pakt de telefoon op? Wie zet die trots opzij? Boy. Het is om en om en om. Echt om en om. Hoe lang was dat? 3, 10? Ik denk 9 jaar of zo. 9 tot 10 jaar samen in één huis. Zelfs toen we samen wonen, had je ook die clashes en zo. En natuurlijk waren we nooit, of tenminste, ik woon in haar bij haar. Dus ik ben nooit, na die clashes ben ik nooit weggegaan. Ik ben toch gebleven. Oh, oké. Okay. Dus, nergens. Ja, eerlijk gezegd, ik had mijn oma, maar ik dacht van, nou, laat me toch even blijven en zo. En daar zijn we echt gaan praten, alles gaan uitwerken en zo. En zodoende zijn we langer gebleven. Okay. Want kijk, geen enkele relatie is perfect. Nee, sowieso niet. Enkele relatie. En je moet echt sterk zijn om met alle problemen. Al die struggles, wat ik zeg, of dat nou financieel is, verlies of vertrouwen. Om nog steeds met elkaar te zijn, echt sterk zijn. Kans te geven, om te vergeven. En dat is wat ik bedoel, want je hebt het nodig om erachter te komen wat je liefde waard is. Ja. Die test, hè? Ja. Die test. Want het is geen zonneschijn. In het begin ben je verliefd, dus dat is eigenlijk een illusie. Niet een illusie, maar je verliefd, hè? Door whatever. Maar dan begint het leven echt. Echt, ja. En dan komen jullie erachter wat jullie waard zijn. En als jullie 13 jaar verder zijn, dan waard sowieso, denk ik, toch? Ja, man. Ja. Zeker. Ja, zo, het wordt gezet, we gaan later. Wat voor cijfer zou je je relatie vandaag de dag geven, Nesto? Een cijfer? Ja. In aflooking. Dit is jouw antwoord. Meer dan een 10. Meer dan een 10? Ja, man. Een man is voor ook al veilig. Happy life, happy wife, model. Meer dan een 10. Kaylee is wat eerlijker. Kaylee, wat voor cijfer zou je jullie relatie geven vandaag de dag? Ik ben... als ik moet kijken naar waar we nu zijn, waar we nu staan, is hetzelfde antwoord als wat... Meer dan een 10, oké, Milo. Ik ben blijer dan ooit. Echt. Nee, want dat is wat een relatie maakt, toch? Alles wat jullie meemaken. Anders is het niet echt. Het kan nooit echt zijn. Het kan nooit, ja. Of laat me niet zo oordelen, maar... Jullie kunnen nooit elkaar goed begrijpen als jullie zonneschijn spelen. Ja. Als jullie niet ruzie kunnen maken of eerlijk kunnen vertellen, ik zit hiermee, ik zit daarmee. Ik wil dit graag anders zien. Ja. Heb je heel veel water bij de wijn moeten doen? Over wijn gesproken. Heb je heel veel water bij de wijn moeten doen? Want ik heb het idee dat jullie heel erg verschillen van karakter. Oh, we verschillen wel. Heel veel. Je moet breder, zou ik zeggen. Maar en dat is dus een type die, hij praat niet, je moet het echt uit hem halen. Hij incasseert echt veel en hij zit echt ermee en hij... Oh, je bent een binnenvetter. Ja. Oeh, ja, moeilijk. Ik vind het echt om erover te praten. Maar ik weet niet, ik,
ik wil toch wat sterk. Dus ik weet, sommige mensen kunnen het echt veel binnenhouden. En dan heb je dan momenten waar ze misschien, ik weet niet, om het een beetje gelukkig te zeggen, een draadje raad gaan los, dat doen ze van die gekke dingen. Okay. Maar ik geloof best wel dat ik sterk genoeg heb om veel dingen in te houden en zo. Dus vandaar dat ik niet echt... Oh, je ziet het als een kracht? Eigenlijk wel, ja. Want... Dus wanneer, mensen hebben snelle emotionele uitbarsting, daar ben ik dan weer van. Ja. En ik vind dat je gelijk hebt, dat is ook een ding. Alleen binnen dingen voor jou, misschien zit je met iets, dat share je niet met je partner. Heel lang en dan hoeft het niet te bestaan, hè? Iets, een joegoejoeg hoeft niet te bestaan als je dat uitgesproken, maar misschien is het al maanden. Maar dat betekent als iets bij jou opeens eruit komt. Ja. Dan is het met en het is vuur ook één keer en... gebeurd. Hè? Het is ook één keer zie je? Gebeurd. Dat bedoel ik. Ja, dus... Maar nu ben ik wel wat vrijer wat dat betreft, dus ik hou niet echt. Alleen vind ik het niet echt, soms vind ik het soms niet nodig om dat te belazeren met dingen die... Die me dwars zitten of zo, dus vandaar had ik niet echt veel uitbidden. Ja. Maar belangrijke dingen, het echt uitgesproken moet worden, doe ik wel met hem. Dus ik kijk naar jullie, dan denk ik, je hoeft dus niet qua karaktereigenschappen hetzelfde te zijn om het te laten werken. Want het werkt toch, dit? Ja. Misschien ja, juist werkt het daarom nog, Kelly. Yang toch? Oké, hij heeft dan een beetje gedeeld waar hij aan moet werken. Als je eerlijk bent, hè, en je kijkt naar jullie relatie van 13 jaar, waar vind jij dat jij nog aan zou moeten werken? In jullie relatie, hè? Hij weet hoor, maar hij is een binnenvetter, hij gaat niet delen. Dus ik ga het hem niet eens vragen. Ik ga hem dat niet aandoen. Zeg jij hem? Misschien denk meer. Rekening houden, misschien. Ja. Rekening houden met Ernesto. Ja, dat ik me meer op zijn plaats moest en zijn schoenen moet staan en gewoon rekenen met zijn gevoelens houden en bepaald een beetje terughoudend ben. Ja. Oké. Okay. Ying en yang. Ja, en niet zoveel geld uitgeven. Oh, mooi. Dat is een van die dingen wat ik later zou brengen, maar je laat het nu weten. Luister, we gaan al die kant op. Ik ga gelijk de moed een beetje gelijk breken, ja? Want jullie zeggen een paar dingen, dus ik moet even snel zijn voordat jullie alles onthullen. Want ik wil een spelletje met jullie spelen. Kijken hoe goed jullie elkaar echt kennen. En dat zorgt er ook voor dat er niet genoeg ruimte is voor jullie om na te denken in die antwoord direct. Jeff, ik kan je het meer aan de zand nemen. We gaan een klein spelletje spelen. Right. Loosen up the thing. Er is geen ruimte voor binnenvetten. Agia Roswang is voor die dame Ablauwang naar Nesto. Ja, jullie zien daar twee borden. Yeah. Er zijn maar twee antwoorden mogelijk. Alright. Nesto of Kaylee. Heel simpel spel. Ja, okay. Dus ik stel een vraag. En dan laat je me weten of het antwoord Nesto is of Kaylee. En in omloku, je moet gelijk draaien. Nogoluki vrouw antwoord. Geef jij me antwoord, ja? En ik denk dat dat de juiste manier is om kennis met jullie te maken. Ja? We ready? Oké. Okay. Ja, we gaan het gelijk erin gooien. En ik denk dat ik dit antwoord al weet. Nolukuma kan draaien aan boord. Wie heeft hier de broek aan in de relatie? Dat is duidelijk, dat hoorde ik net al. Ja. En is dat iets wat we erg vinden? Nee, Nesto? Helemaal niet. Nee? Nou. Ik heb er ook de persoonlijkheid naar. Nee, want happy life, happy wife is wat je al zei. Ja. Maar kan je iets voorstellen dat mensen bij denken van, no man, de man moet de broek aan hebben, hè? Traditioneel, dat is die denking. Oké, traditioneel misschien, maar we leven nu echt in een moderne tijd. En ik vind van, wat een vrouw kan een man ook. Dus het hoeft niet speciaal, of het mooiste daarvan is, een relatie moet eigenlijk niet eenzijdig zijn. Yeah. Dus beide partners moeten sowieso samenwerken, maar je hebt altijd in een relatie een verstandige en een minder... Verstandige. Ja. Dus, en wie is dat in deze relatie? Zij is verstandig. Je weet wat je moet zeggen hoe die deze relatie goed moet houden. Nou, maar ik vind het helemaal niet erg. Oké. Het werkt voor jullie? Zolang het werkt, yes. Maar zou jij kunnen gaan met een man die gewoon, die niks pikt van je en de broek aan? Ik heb de broek aan en je luistert naar wat ik zeg. Zo, na zoveel jaren te zijn met hem, nu nog niet. Wat is dit? Broeja herrie. Nee, want jullie gaan sinds jong inderdaad. Ja. Dit is wat je gewend bent, dit is wat precies werkt. Okay. Kaylee heeft de broek aan.
Misschien niet in het echt, maar in het echt. Oké, wie van jullie, en niet naar elkaar kijken, no look voor toestemming, gewoon je antwoord geven wat op je hart is. Oké. Wie van jullie heeft het meeste moeite om ongelijk toe te geven? Van nou, je bent fout dappen. Of nee, je had gelijk. Wie heeft de meeste moeite daarmee? Ja, je hebt al antwoord gegeven. Oh, ik heb meeste moeite. Nee, oké. Ja, 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 wat je wil kijken. Ik zou zeggen, ook persoonlijk. Ja, wat zeg jij? Ik. Nesto, je hebt moeite met toegeven dat je ongelijk had. Ja. Zij zegt Kelly trouwens, nu mag je wel kijken. Ze zei Kelly. Oh. Ja, nee, meeste gevallen. Of nee, meerdere gevallen heeft ze eigenlijk meer gelijk dan mij. Want er zijn momenten waarop je, laat zeggen bijvoorbeeld, iets op product in de winkel bijvoorbeeld. Ja. Ik zeg het is misschien 10 SRD. Mm-hmm. Omdat ik weet, misschien een weekje terug was het 10 SRD. Dus van nou, weet je, ga met de dingen in strijd gaan daarmee. En zij zegt nee, het is nu 25. Ik zeg nou, het is 10 SRD. Mm-hmm. Maar eindelijk is het 25. Dus daar wil ik het nooit toegeven van, hey, werkelijk. Want ik ga daar naar mate, ga ik daar naar daar. Je gaat naar die kassa, die vrouw zegt 25, toch, dat is 10 SRD. Ja, daar heb je niet meer aan van. Ja, ja. Ik heb ongelijk. Maar jij zegt nee, Kelly. Ja, dus. Ja, ik hou niet ervan om. Ik denk dat het gewoon idem is van dat we niet graag toegeven van. Ja, het gelijk. Maar dan hebben we het echt over kleine. Ja, dus niet echt over grote. Ja, maar. Van. Nee, boy, ik heb gelijk. Oké. Dus het zit hem niet in echt levensbelangrijke zaken. Nee, niet meer. Ja. Oké. Niet meer, maar het is wel geweest, dus. Ja, het moment. Ja, het moment. Ja, het moment. Oké. Mino dikkie toezien. Oké. Wie zegt als eerst sorry na een ruzie? Nesto. Ja. Want jij wil gewoon geen jugu. Nee, helemaal niet. Gelijk of niet? Altijd als eerst. Ja. Oké, hier heb ik eentje voor jullie. Ready? Ja. Wie van jullie gaat er beter om met geld? Oh, je zit al van. Ik weet dat hier Nesto staat, het is Nesto. Je gaf net al een hint, hè, eerder. Ja? Hij loopt spindeer money zo, man. Onnodig wel. Onnodig, nog? Of dat niet altijd is het nodig om echt uit te geven. Maar het, weet je, want ik zit met een mindset van. Je weet niet wat morgen brengt, snap je? Nu heb je dit, morgen kan het. En op nieuwe klas, nu heb je een geldsbedrag. Je gaat uit wandelen, dit, dat, die uitgeven. Morgen gebeurt er wat en dat heb je niet. Weet je, dus ik zit altijd met een mindset van altijd een deel aan de kant. Alleen voor backup in geval. Wanneer Mr. Hardtime aan de deur klopt, ja. Je ready. Ja. Maar Kelina, Alibi moest Libi. YOLO. Of YOLO. Ik leef met de dag. Ja, je leeft met de dag. Ik vind het zo leuk hoe jullie zo verschillend zijn. Je leeft met de dag. Want jij denkt, komt toch goed. Komt toch goed. Je kan ook zeggen, je gelooft in je krachten. Ja. En je gelooft in, oké. Maar dus je schaamt je er ook niet eens voor dat jij dus makkelijker geld uitgeeft. Nee, omdat ik weet, dat komt altijd goed. Ja. Okay. Goed. Ook een mooie instelling. Dat is ik ben zo wel gelijk. Het komt wel sowieso altijd goed. Maar. En dan hebben we het niet over uitgaven over, je weet toch, dure spulletjes. Ja, want waar zit het hem in? Lolo Sani. Lekker. Afwaspoor. Ja, lekker. Oh, lekker. Eten. wat is je ding? Waar heb je een probleem mee? Wat is dat ding? Is dat chocolade, patat, pasta? Nee. Yeah. Alles. Yeah. Wat zei je? Chow mein? Chunk. KFC. KFC. Yeah. Oké. Alles heb ik thuis gekookt. Toch lust op eten van buiten. Oh, dat heb ik ook nog in een filmpje gezien. Ik lust de reis, ik wist niet. Ga KFC voor me halen. Dat was gewoon gebaseerd op een echtbaar. Ja. En toen je zwanger was, wat had je een probleem? Toen ze zwanger was. Eerlijk gezegd niet. Het viel mee. Voor het zwangerschap. Ja, want veel zeggen van meestal als een vrouw zwanger is, heb je altijd, of de vrouw heeft altijd lust toe. Maar ik kreeg gewoon alles op. Ja, dat vond ik wel raar. Er was geen ruimte voor lust toe, want alles kreeg ik gewoon. Dat is wel, ze kreeg gewoon alles op tijd. Maar ze deed het moeilijk, want ik hoor vaak verhalen van middernacht of zo. Ja, daarom. Nee, was niet het geval. Nee, was niet het geval. Dat vond ik raar, maar oké. Want jij was al ready. Ik was al ready. Sowieso was ik al ready. Leuk. Oké. Wie van jullie wordt er het snelst emotioneel? Nee, ik ging spieken. Nee, sorry. Ik ben het gezien, het is op camera. Nee, ik dacht dat het op de mijne was. Oké. Nee, ik dacht dat het op de mijne was. Kelly. Ja. Je loopt kree.
Ja, in de jaren dat ik met een man heeft, dat waarschijnlijk maar 3 keer gehad. Oh, echt? Ja. Binnen vetter toch? Ja, ja. Oké, okay, je huilt snel, ne? Ja. Zit het er met kleine dingen of, Sunny? Wat laat je huilen dan? Van klein naar groot, alles. Ja, net alles. Ja, ne? En dan ben je daar om dat op te vangen? Ja. Ja, oké, okay, mooi, mooi, mooi. In deze gevallen was het ook al mee. Ja, ja, ja. Dus die periode kan ik niet echt opvangen, ja, om zeg maar. Hij laat je ook huilen, ne? Niet meer. Niet meer, nee. Ik denk het niet. Ja. Ja. Nee, leuk. Oké, okay, we gaan verder. Wie is het vergeetachtigst? Oh. Echte? Yep. Ja. Ben jij de organisator van het koppel? Als het aan Nesto lag, boy. Ja? Uno, ben je dat nu? Nee. Nu zegt ze, we gaan naar de winkel koop. Melk, brood. Ja. Melk en brood. Ja. Ik kom alleen met brood. Met ei. Of dat. Gokken, nee. Wat moest ik kopen ook alweer? Dan gok je op een ei. Ja. Oké, okay, echt? Nee, is echt. Nee, is echt. Echt wat heet dat. Maken jullie ruzie? Veel ruzie? Toen wel. Ja. Jullie gaan vaak terug naar toen, zie je dat? Ja, dus ik heb het idee dat we in de beste fase van jullie relatie zitten. Ja. Ja. Toch? Ja. Nu is alles echt alles samenwerken en zo. Alles op één lijn staan. Ja. Alles ja. Uitspreken, samen bepalen, samen beslissen. Mooi. Dus. Want na 13 jaar, jullie hebben genoeg momenten gehad. Jullie hebben pauze genomen dat je misschien uit elkaar had kunnen gaan. Ja. Maar jullie hadden al die dingen nodig voor van Stamakandra vandaag de dag. Want je begrijpt het nu, je begrijpt van Eloko, hij is vergeetachtig. Hij is een binnenvetter. En jij weet van haar, Lobby Cree zomaar. Ja. Hij spin money, hier en dat. En jullie accepteren het zo te zien. Ja, mooi, mooi, mooi. Dat is een echte relatie. Oké. Wie doet er het meest uitspraken die je liever voor jezelf had kunnen houden? Dus uit de dingen die je liever voor jezelf had kunnen houden. Nesto, Kaylee. Waarom denk je dat jij... Oh, jij zegt, je praat niet eens. Hoe zeg je dingen die je voor had moeten houden? Dan ga je het nog minder zeggen. Nee, dus dingen zeggen die haar pijn doet, bedoelt u dat? Nee, gewoon algemeen. Je zegt dingen die, dat je denkt, had ik beter niet kunnen zeggen. Of ja, of dat tegen haar is. Oh, dat. Nee, kijk. Ik dacht tegen, ja, dus ik... Kan ook, tegen haar. Dus tegen haar. Hoe word ik beter? Dus je vloept dingen eruit dat je denkt, hoe? Ja, je takkie voor zien. Het is meer tegen haar. Het is meer wanneer we misschien een kleine ruzie hebben of zo. Ja. En dan zag ik dingen die haar eigenlijk nog meer... Kwetsen. Ja, kwetsen. Dus, je soort zo'n lief boy, maar dat heb je dus ook in je. Ja. He, je zegt, want dat is eigenlijk wat je bij een vrouw vaak ziet. Omdat meestal fysiek is de man sterker, toch? Dan moet die vrouw het hebben van. En dan zegt ze iets dat tot in die bonjo gaat. Maar dat doe jij dus ook? Ja, ik heb twee momenten die dat vaak voorkomen wat ik dat doe. En daar krijg ik spijt van en zo. Dus. Ja, ja. Dat. En waarom zeg jij Kaylee? Wat volgens Nesto dan? Nesto? Ja, ik geef zelf toe dat ik bepaalde dingen aan had die niet nodig zijn, vooral dingen van vroeger. Oh, dus, binnen de relatie. Ja, binnen de relatie. Dus dat. Oude koeien uit de sloot halen weer. Ja, gewoon uit. Ja, dan na het uitspraak dan word je dan krijg je daar spijt van, want dan ja. Het is al vergeten, het is al vergeven. Dus. Waarom moet je het aanhalen? Of dus jullie doen het beide? Ja. Jullie zeggen beide dingen zijn eigenlijk. Ja. Maar dat enge is dat je, weet je, misschien kan je iets zeggen op een verkeerde fase in van zijn leven of haar leven dat moeilijk is terug te draaien. True. Ja. Je? Ja. Maar dat is gelukkig nog nooit gebeurd. Nog nooit. Of jullie begrijpen van is emotie. Uit emotie, met tak zoals dan. Juist omdat Milobi Migo dat ben ik daar gegaan. Dat is precies zo voor ons goed. Ja, hé, ik heb je. Oh, dan is het een mannending, dat is een mannending. En jij van ja. Ja. Nou, maar je geeft hem, leuk. Je bent daar iets aan het denken, net zo. Ja, dus. Ze vergeeft sowieso. Eigenlijk de snelste manier om vergiffenis te krijgen is wanneer ik met een iets van buiten kom. Op KFC bakken. Yep. Want ik denk nou, kwijt aan je tijd. Ik dacht dat je zei de beste manier om het goed te maken. Dan dacht ik, Maar is dat zo? Oké, okay, dat is hey, kun je liever over praten? Wat wie is het stoutst?
Oh nee, nee, ik ga het anders stellen. Ik ga het anders vormen. Wat volwassenen. Ja? Oké. Wie van jullie neemt het meeste initiatief om de liefde te bedrijven? Wie neemt het meeste initiatief om te zeggen, hé, laten we wat doen? Boom! Hé! Hey, op dit gebied kennen jullie elkaar niet hoor, want daar staat Nesto en jij zegt Kaylee. Ja, bij mij? En ja? Oké, misschien ook vooral hoe ik nu een kind heb. Ik ben meer gefocust op haar. Of als ik van het werken ben ik meestal echt een beetje moe. En dan zit ik gewoon tv te kijken en zo. En dan loop zij vaak en dan heb je van die oogwenkjes. Wat is dat? Is dat hem? Dat ja, dat is het ook. Nou, weet ik het daar. En dan moet ik misschien wat later. Oh, wacht, Gimme. Wat is die oogwenk waar hij het over heeft? Laat eens, doe jij het voor me. Hoe zag het eruit doen dan? Ik kan het niet echt goed doen. Wij mag het doen, zo even. Nee, dat doen we. En dan net zo is al ready. Ja, mama. Nee, nu niet. Dus dat is oké, oké. Hij zegt, jij neemt initiatief. Allemaal weer, allemaal op Marokko. Yeah. Waarom zei je gelijk Nesto? En dat woord ging snel ook. Ik ben meer praten en ik hoor het daarbij, maar hij is echt... Daden. Daden. En hij voice. Oh, hé. Hey. Ik ken het stille water, diepe gronden. Mis op dit anders. Stille water, diepe gronden. Ja. Nou, mis op dit soort manje. Oké. Soms stelt hij dingen voor. Ik dacht van, huh? Van waar komen we al deze... Waar heb je dit gezien? Je bent weer op het internet geweest, Nesto. Wat stel je zo voor, Nesto? Nieuwe uitdagingen, weet je. Niet zo... Maar zo schattig, dan stel je het voor, zeg je, Kaylee, ik heb een voorstel. Wat als je Bokundo... Oké, okay, nee, dus. Maar hij doet het echt zo, laat het goed. Ja. Maar jij staat ook open. Ik luister. Zo bedoel je? Ik luister. Oh, je bent van de daden. Nou, dan is Nesto inderdaad de winnaar hier. Leuk. Nesto Kwai. Zie je, ik wist dat iets achter die... Nou, oké, okay, mooi. Maar... Bij jou is het ogen, bij hem is het, oké, dus voorstel. Dus hij heeft niet een move. Hey, ja, hij heeft zelf dat wat we doen. Oh, ook ogen, ja, dat ogen ding, hè? Ja, hij heeft meer ogen. Eyebrows. Ik ben wanneer ze ligt, gewoon rustig licht. Rustig dat ding, dan ga ik gewoon. Ja. Ja, dus, ja. Oké, ogen, hilarisch. Je moet een sketch ervan maken, Adis. Ja, ik wil een sketch zien daarover. UMXO, Amai MXO en dan weet je van, oh. You know what I mean. Baby's Rev Sami, hè? Oké, wie is netter in het huishouden? Oh. Kaylee met afstand. Oké, mooi. Je bent de vrouw, zou je zeggen, traditioneel. Jij bent dan, je gelooft niet per se in die traditionele rollen, maar Kaylee wel. Ben je zo rommelig? Je moet power ook op. Nee, niet rommelig, maar... Hij is niet rommelig. Het is... Ik kom van het werk. Ik moet dan georganiseerd zijn. Ja. Oké. Als ik kom, ik haal mijn trui, ik laat het op die bank stellen, ik ga baden en ik blijf het misschien dat de volgende dag nog daar. Weer in bakken, tak hello, nee. Ja. Zie je? Het is alsof ik bij jullie woon, hè? Precies. Oké. Vind je dat erg? Moet hij daar iets aan doen? Ik ben ermee gaan. Wat moeten de mannen daar iets aan doen? Want over het algemeen zijn mannen zo. Ik ben toevallig netjes, hoor. Maar ik weet, mannen zijn... Een mattie van mij had een keer een onderdakprobleem. En ik wilde hem onderdak geven. Maar dan denk aan Tori, want hij is inderdaad kruimels en alles zo achterlaten. En ik weet, Asao gaat wrijving veroorzaken, want ik ben heel netjes eigenlijk. Dus, maar jij gaat er gewoon goed mee om. Ja, omdat hij niet echt is. Hij is niet een dingetje hier, dingetje daar. Als ik iets zo zet, dan zet hij het daar. Dan heb ik het liever daar. Maar niet dat hij een mes met pindakaas gewoon zo laat. Nee, dat niet. Hij is echt wel helemaal. Dan gaan we nog even door, ja? Genieten jullie? Want ik zie dat jullie elkaar ook hier leren kennen, want de antwoorden wijken af, hè? Ja. Maar het komt ook meestal omdat jullie beiden zo in elkaar zitten, dus ja. Want doe Allah toe kwijt. En nou wenkbrauw. Ik ben dadelijk in. Dit is een goeie, omdat jullie zo bezig zijn online en zo. Een belangrijke. Wie van jullie geeft het meest om meningen van anderen? Denk rustig na. Wie geeft het meest om meningen van anderen? Wat anderen vinden. Oh, wie geeft dus... Buiten jullie om. Is druk maken. Nee, wie is nou online of mensen om je heen, familie, die een mening hebben over jullie?
over jou. Wie van jullie? En als ik me druk maak, dan mee. Juist. Wie maakt zich het meest druk? Het meest druk. In de meningen van de ander. Naar Kaylee. Ja. Kaylee. Toch wel, Kaylee? Ja, maar je bent online, hè? Maar waarschijnlijk... wat denk je dan? Wat voel je dan? En geef een voorbeeld waarmee je druk maakt. Het zijn die kleine dingen die je bijvoorbeeld online leest, een comment of een uitspraak. Dat je, en je weet dat het niet zo is, dan houdt het je wel bezig van, het is niet zo, waarom zo'n uitspraak en zo. Dan houdt het je wel even bezig. En dit is het vreemde. Waarschijnlijk heb je 1000 mooie reacties en you and she are one. Ja, is echt raar. Is echt raar. Raar is dat, hè? En ik zeg dat altijd om niet echt te focussen erop. Want ja. Net als wat u zegt, zijn 1000 goede en één. Het positieve is wel overtuigend. Ja, toch? Maar toch, hè? Het vertreft wel het negatieve, maar je houdt je bezig met die... Is meestal zo is de mens ingesteld, neem ik aan. Ja, ja. Dus, het is menselijk, dat is waar. Dus ja, die ene comment. Ja. Vooral als je weet van één. Is helemaal niet zo, maar jij comment het voor de hele rest van de wereld om te lezen en je maakt je wel druk van... Weet je wanneer je de fout ingaat? Wanneer je gaat reageren. Ja. Want waarom reageer je dan niet op al die 1000 positieve, maar ik reageer op een negatief wang? Dus dat is een beloning die je geeft. Toch? Heb je het wel eens gedaan, gereageerd? In vaker, het begin? Vaker. Doe je het nog steeds? In mijn oren is reageren. Ja, het is... Vanzelf spreken. En daarna denk ik wel, neem ik wel een evaluatie voor mezelf van... Was had het nodig? Niet kunnen doen. Ja. Wat dan ook waar? Het is het sowieso niet waar, dat wel. Maar het is ook een manier van uitlating. Oh, je vindt dat op die manier verwerken, no? Whatever je dwars zit, wat diegene heeft gezegd. Ja. Oké. Dat kan ik wel begrijpen. Ja. Maar je geeft een soort power, toch? Mensen, dat is mensen die je ineens kent. Mensen, Er zijn video's van baby's online, schattige baby's. Goluku de komen. Toch kunnen mensen iets negatiefs zeggen. Dus dat is iets wat altijd gaat blijven. Oké. Maar dan probeer je dat te kalmeren, te troosten en zeggen van, hé, lasting. Ja, zeg maar wel altijd van, het is het... Mijn arki. Omdat je al met dat gevoel... Je zit al met dat negatieve. Dat is menselijk. Je blijft in dat negatieve hangen. Is iets om in te groeien, hè? Iets om in te groeien, ja. I get it. I totally get it. Is echt menselijk. Want je ziet het... Je ziet het voorbij. In het begin had ik wel echt, veel moeite mee hoor, met al die dingen. Maar nu is het meer gewoon negeren. Heel af en toe, als ik het echt nodig vind om te reageren erop, dan doe ik het wel. Maar echt min. Ik ben gaan beseffen dat je niet in ieder tevreden kan stellen. En mensen hebben ongeacht wat een mening. En dat mogen ze. Jij weet, ja precies. Jij weet voor jezelf wat goed is en wat fout is, wat juist is. En weet je wat nog erger is, vind ik dan? Wanneer mensen geen mening over je hebben. Dat wil je niet. Want Ibo, schreek je als je denkt van niemand reageert. Dat is wat mis. Ik doe zo mijn best. Weet je hoeveel tijd ik steek in deze sketches? Want het kost veel tijd wat jullie doen. Dat wel, Ja toch? Heeft ze jou heel erg moeten overtuigen om mee te doen aan die video's? Nog of baas Taki, want ze heeft de broek aan en je doet het maar. En ergens heb je zelf leren. In het begin, ik kan niet dat ik moeite had. Ik was wel moeilijk wat dat betreft. Want ik ben iemand, ik schaam me echt voor de camera. Je schaamt je? Ja. You allemaal zou ik me voorstellen. Nee, baby, zullen we dit vandaan doen in de slaapkamer? Ik schaam me echt voor de camera. In het begin. Maar nu ben ik wel wat vrijer geworden. En... Ja, ik zie het. Ja. Dus ja, zolang ze me vragen ben ik altijd gereden. mooi. Nee, ik vind dat leuk aan jullie. Dat jullie en samen dat ding doen en het ziet er leuk uit. Daarom heb ik het over, jullie moeten waarschijnlijk 24 uur van de dag met elkaar zijn, behalve als je gaat werken. Dat is jouw rustmoment even. Jij bent waarschijnlijk de vrolijkste man die daar rondloopt. Ik ben liever in de buurt van haar. Zo schattig. Je wist dat zelf wanneer je opgeleid. Als ik aan het werk ben, heb ik met haar. Ah, zo bijna constant. Zo schattig. Wie van jullie zei als eerst, ik hoop van je. Wie zei het als eerst? Denk aan die. 13 jaar terug, want dat ben snel. Toen je iets voorstelde, zei ze, ik hou van je boy, dat stoten ding wat je me voor... Nesto. Ja? Weet je nog het moment? Nee, pauze. Weet jij het moment nog? Dat hij zei, ik hou van je? Na Sam Dene? Nee, niet. Sowieso niet hetzelfde dag. De volgende dag. In Suriname zeggen ze het snel toch? We hadden elkaar waarschijnlijk maar 2 dagen kennis. Is je toch? Toen vroeg hij me om een relatie. Ik heb nou een kick.
Maar ik vroeg me echt van, wil je relatie met me aangaan? Oh, zo heb je dat gedaan? Zo jong dat je was van, wil je relatie met me aangaan? Ja, weet je. Zo schattig. Echt snel. Ah, ja, met de bedoeling van, het is een hori. Ja. Maximaal een man. En een hori en hoe? Ja, maar mijn vorige relatie, anderhalf jaar duurde. En daar had ik in mijn mind van, ja, dit gaat best wel langer. Maar toen zag ik van, het is gaan afbrokkelen en zo. En na die periode had ik niet echt in gedachten om met iemand te zijn, zo lang te zijn. Maar mij was meer, net als wat ik eerder zei, van mij was meer even zeven, weet je. Ja. Dus ja, vandaar. Leren jullie elkaar een beetje kennen? Oké, wie kookt het lekkers? Ah. Kaylee, toch je klets guakee op z'n jangade zo'n zandati. Ja? Kan gebeuren. Dus naar Yusre Mori, je weet wat je... Je lust je eigen hand soms niet, toch? Ja, klopt. Oké. Hij zegt ook Kaylee, by the way, belangrijk om te weten. Maar kook je wel? Ja. Oké. Maar ze eet nooit. Wat is het gerecht dat je zegt van Kaylee, nangadis, je weet het, mobige opomiweng brougi? Eigenlijk alle gerechten, behalve pasta. Pasta is niet echt. Nee, ik hou gewoon niet van pasta. Oh, jij houdt niet van pasta. Nee. Het is niet dat je niet van haar pasta. Ik weet dat ze het wel lekker maakt. Ik proef het wel, maar omdat ik weet niet, ik hou niet van melk, dus het room, is het room, koolroom? Oh, al die dingen. Maar ik heb nog Oké. Dus daarom staan dat geen pasta. Deze was volgens mij, als ik het goed heb, de eerste, nee, niet de eerste, maar een van de weinige overtuigende antwoorden tot nu toe. Gelijk Kaylee. Ja. Oké. Jullie zijn beide op video, toch? Je bent nu ook erin. Baby schrift, denk ik. Baby wordt ook geïnterviewd over een paar jaar. Wie stelt zich het meest aan sinds haar Facebook fame? Wie is een beetje anders sinds haar fame? Ja. Al is het minimaal, maar wie van jullie het meest? Dan gaan we dadelijk uitleg vragen over hoeveel of hoe weinig dat is. Dat zou ik zeggen. Kaylee, ik ben hier Trobby aan het veroorzaken. Want zij zegt Nesto. Nee, laat me naar Nesto gaan. Ja. No. Want ik zie het. Wat heeft Nesto? Wat doet Nesto? Is die veranderd? Nee, stelling aan. Nee, dus het niet echt. Eigenlijk geen van ons. Maar waarom ik dit zeg is omdat wanneer hij bijvoorbeeld iets gaat halen, want je ziet wel een verschil met. Je weet wel, vooral wanneer je iets gaat kopen en zo, dan geven ze wel een beetje voorkeur. En dan komt hij in de auto van, die lost op zoemen nog. Oké, ja, dat is wel zo. Maar niet publiekelijk, maar gewoon als grappen. Ja, of we wachten bijvoorbeeld een beetje langer, dan zeggen ze van, zo weet je niet wie ik ben. Wie met mijn vrouw is. Precies zo, weet je. Zo van, die kleine dingetjes. Eigenlijk overal, misschien van ons. Ja, we zijn het verbaast ons beiden nog steeds dat we... Ja, jullie zijn nog steeds humble en van wauw. Yeah. Wat had je sowieso gedacht dat het zo zou aanslaan wat je doet? Nee, hè? Je krijgt reacties van Holland overal. Ja. Ik heb YouTube en die... Ik doe ook die monetization op YouTube. Ik zeg dat ik een Surinaamse vlogger ben omdat ik ook geld van verdien. En dan zie je ook die statistieken ervan van wie kijkt, van wie heb je allemaal die inkomsten en genereert inkomsten. Dan heb je ook United States, Australië. Ja, ook een van die Arabische landen was het, no? Ja, dus echt van... Van overal dat je schrik van, hè? Je ziet wel dat het daar staat. Ja. Leuk. Dus jullie zijn vrij humble gebleven, gewoon minimaal leuke dingen. Nog steeds, want... Zat dat hier? Nog steeds, zo maar naar mijn vrouw. Nee, maar dat is gewoon echt... Je weet toch reten. Zie je niet dat jij jezelf Masra van Kaylee maakt? Je maakt het ons moeilijk om je Nesto te noemen. Yusra en Sheen schreef like Masra van Kaylee. Maar met trots. Ik vind het met trots. Nee, sowieso met trots. Ik wou bang in Masra van... Nesto, sorry. Mijn broer, even. Nee, leuk, schatten. Ik zie dat ik hem iets spannender moet maken, Jera. Antwoord, Jera. Wie van jullie puft het meest? Ja. Amantroi, je zit me aan te kijken van papa, wat denk je? Je weet niet hoe Masra van Kaylee, Jera. Nesto. Oké, nee, dan weet je het. Traditionele man. En I'm ticking. Oké, mooi. Ik heb gevraagd wie het als eerst zei, maar deze is iets anders. Wie zegt het meest, ik hou van je? Wie zegt het meest? Ah. En dan piepjeren. Denk rustig na. Niet te lang.
Nesto, Nesto, oh toch wel. Hij zei het als eerste en hij zegt het het meest. Mooi man, mooi man. Masraf Kelly, ik ben romantisch. Ik dacht voorbij dat hij het niet zegt. Elke dag aan het werk, tijdens werk. Oké, oké. Mooi dat ding, dat ding. Oké, we kennen jullie als koppel. Is Nesto een beetje romantisch? Want dan nu ga ik een beeld krijgen dat hij de romantische in... Oh, niet. Dat niet. Nee. Hij weet niets van romantiek. Ben jij romantiek? Romantisch? Ben ik romantisch? Zo zeggen, ja. Zij kan eigenlijk meer met ideetjes bijvoorbeeld een romantische uitetentje en zo. Op dates gaan, hè? Ja, zij, hij vindt dat dit echt nodig, want hij heeft een andere mindset dan mij. Maar ja. Ik heb er weer een andere mindset van. Dat het toch wel om de relatie spannend te houden. Ja. Ook al praten we niet, maar dat het feit dat we zijn uit. Ik hou het spannend op een andere manier. Ja, dat... Hoe jij dat? Dat ben je eerder. Loekom, je noemt dikkie, maar eigenlijk een dikkie van... Wat is dat nou voorstel eigenlijk? Want ik zie een hele hoop dingen voor me. Maar weet je wat ik wat voor beeld ik heb? Dat jij waarschijnlijk met alle goede bedoeling misschien denkt... Hey, ik kon nog spinnen money dat die zomaar is en zo. Ja, nee, sowieso. Dat is hem, hè? Ja, dacht ik al. Kijk, eten kan, sowieso. Ik bedoel, van je gaat niet de rest van je leven gewoon thuis blijven en zo. Dus eentje op een date gaan, maar... Soms zijn andere prioriteiten. Ja, zijn echt andere prioriteiten. Dus je gaat daar echt een prioriteit moeten stellen van laten we eerst dit doen voordat we dat doen. Dus. Maar jij ziet de romantiek van dingen in SF van niet alleen Alibi moest Libi, maar ook onze Libi moet spannend blijven. Dus ja, laten we dit doen. Dus ja, laten we dit doen. Ja. Oké, leuk. Jullie zijn langzamer, dat is dat ding. En vanaf jong. En dat is goed hoor. Dat betekent dat je heel veel dingen niet hoeft hoeven mee te maken. En daar hoeft niet eens een antwoord op te komen. Maar bijvoorbeeld die ex van jou. Jij ging nog met iemand. Jij was af van iemand. Ja. Mag hij nog vrienden blijven met de ex? Zou dat mogen? Dat zou zeker mogen. Nou, anders. Vergeet die ex sorry. Hey, je ziet dat? Bepaalde. Ja. Want je kent nu Amanda een voorstel, alles wat sorry, dan kan je ermee leven van, oh, dat heeft hij het ook bij haar gedaan. Mag hij, nee, anders, vergeet ex. Mag hij vrienden zijn met een vrouw? Een vrouwspersoon. Ja, dat mag? Ja. Heb je ook vrouwelijke matties? Nee. Nee, heeft niet echt. Geen enkel. Maar niet zijn we ook wel veilig toch? Happy life, happy wife. Ja, jij kan zeggen het mag. Hij weet van, oh, maar me no dong. Nee, maar in de realiteit heb ik eigenlijk geen vrienden. Nog vrouw, nog man. Oké, dat is je vriend. Dat is je vrouw. Ja, alles. Dat is je alles. Alle one. Hé, hey, maar dat is leuk hoor. Zelf wanneer je gaat werken waar ik denk, je breed niet van, ah, rust. Nooit dat ik mis mijn vrouw. Ja. Dat is dat geld, dat is dat geld binnen moet komen. Dus ik ben op een referent. Klopt. Ik zou constant voorstel schrijven en indienen en wachten totdat het binnenkomt van, dit wel, dat niet, dit wel. Dit, mooi, je loopt. Dit wel. Nou, maar, ja. Oké. Okay. Zou zij vrienden mogen zijn? Ja. Mattie met man. In het begin had ik wel moeite, maar dan hoef ik geen vrienden van het te zijn. Nou, ze waren meer klasgenoten. Maar dat is echt beginfase toen ze nog naar school gingen en zo, dat ze wel klasgenoten, jongens en zo. En dan zat ik altijd met een paar vrienden, gedachtes. Maar het was niet zo, maar ik zat altijd daar. Ja, dus, het is normaal. Die jaloezie was wel een beetje erin van, Isang, dit, dat en zo. Maar, vind ik het niet normaal, want ik ben het mag. Vrouw, man, dus. Heb je veel mannelijke vrienden? Niet vrienden per se, maar... Ja, je kent wel mannen? Ja. Waarmee je berichten stuurt aan de telefoon hebt of wanneer je ze ziet? Ja, dus ik moet zeggen, meer werk gerelateerd en gewoon het... Ik moet zeggen, gewoon formeel. Ja, formeel, toch wel. Ja. Is hij ook... Dat minus. Je beste vriend, no? Je beste vriend, wat hij allemaal heeft omschreven. Beste vriend, alles. Ja, wat ik mina, Matti. Dit is mijn Matti. hij is wel mijn beste. Ja? Mina, Matti. Ik vind het echt leuk. Ja. No, leuk. Jullie gaan echt niet uit elkaar. En als jullie uit elkaar gaan, wordt het moeilijk. In Gilly's Love Line behandel ik zo nu en dan een liefdesquote. Hè? Want er zijn miljoenen liefdesquotes. Ze zijn soms corny, soms van, oh ja,
Maar vaak waar gewoon, hoe konisch ze zijn dan ook. Ik wil daar altijd op tafel een liefdesquote droppen en met mijn gasten ernaar kijken wat jullie ervan vinden. Misschien denk je van, ik ben er niet eens daarmee. Of misschien zeggen, ja klopt. Klopt. En bij jullie, volgens mij klopt die. Hij is in het Engels. Ze zeggen namelijk, love is friendship that has caught fire. Ja. Dat is wat ze zeggen over de liefde. Mijn vraag is aan jullie, vooral van je dat mijn naam Mati, die is naam Mati, dit is mij alles. Vind je dat als je in een relatie zit dat jullie vrienden moeten zijn? Aan mijn vraag? Aan jouw vraag. Ja, want ik denk dat je partner eigenlijk alles voor je moet zijn. Je beste Mati, dus vrouw, vriend, vriendin, alles en iedereen. Zo, dat is jouw stijl. Dat is mijn dat is jouw stijl. Ja, want uiteindelijk... Dit is mijn botak, ik krooien. No. Zeggen ze dat al? Ik heb iets gezegd. Toen ik nog met mijn Matties. Dus ik had toen wel Matties, maar toen ik nog met ze ging chillen en zo. Dus je had Matties? Had, ja. En toen je haar leerde kennen, had je ze niet meer? Nee, dus toen ik alleen had ik nog, maar nu ben ik een beetje gedistanceerd van ze. Omdat wat ik gezien heb, is dat ze eigenlijk dingen doen eigenlijk verkeerd zijn. Oh, oké. Okay. Helemaal niet eens bent. Dat wil je niet in je leven hebben. Ik wil daarvan distancieren. Dus dat is het excuus. Het is krooi, maar dat is wat jij ervan maakt. Nee, maar zeggen mensen dat? Dat is iets wat ze snel zeggen als iemand heel veel plakt. Ja, wat zie je in elkaar en zo. Ja, dat kan wel voor je. Dat mensen van denken, ik wil een Amanda Wrokko, hij praxeer je. Ja, afro of je nou aan is, ik een afro. Ja. Oké. Maar vind jij dat je vrienden moet zijn als je in een relatie zit? Ik vind dat wel, dat het zo moet zijn, want uiteindelijk, als je zo'n doel hebt, spendeer je de rest van je leven met zo'n persoon. En wie anders dan je partner als je beste mattie zien. Ja. Ja, maar het moet dan ook zo zijn, hè? Want jullie zijn gelijk. Het begon met rebound. Ja, flinkachtig is, dus jullie zijn. Maar later zijn jullie gaan ontdekken van, ik mag hem ook als persoon, hè? Ja. En ik mag haar als persoon. Ja. Jullie hebben elkaar veel beter leren kennen, ook als persoon. Misschien heeft het een tijdje geduurd om elkaar te accepteren als persoon, maar we zijn er, gaan mee gaan leven en accepteren. Het feit dat jullie zo anders zijn, werkt voor jullie gewoon, merk ik hier. Ja, het werkt gewoon. De volgende vraag. Zouden jullie, want jullie zijn Mattie, zo naar je Mattie toch? Ja. Zou je die liefdesrelatie van jullie opgeven als dat jullie vriendschap zou redden? Je mag erover nadenken. Dus je ziet van no. Yes. Het werkt gewoon niet meer tussen ons als koppel. Ja. Maar je bent wel mijn Mattie. Ik denk de hele dag aan je, ik wil met je zijn. Ik wil dit niet kwijt, onze vriendschap. Ik kan wel met je praten. Maar zou dat wel werken? Dat is een moeilijke, hè? Ja, want zou dat wel werken als je geen... Als je niet meer inzit als koppel, maar toch als vrienden wilt zijn? Want... Ja, dat klinkt een beetje... Tenminste, voor mij klinkt dat een beetje onrealistisch. Want ik denk van... Als je niet meer met iemand zou willen zijn, dan... Dat helemaal niet, no? Dat helemaal. Je stopt helemaal. Tenminste, zo zie dus ik ook het. Die vriendschap verdwijnt. Ja. Zo echt? Zie ik het, ja. Dus je bent en een lover kwijt, maar ook een mattie. Ja. En dat is het moeilijke, daarom begin ik erover. Dat is het moeilijke van echte, goede matties zoals jullie zijn. Met, kijk, jullie zijn dan niet begonnen als matties. Maar je hebt ook scenario waar je begint als matties. En dan, ergens wordt het verliefdheid. Dan nu moet je kiezen van, is het wel een goed plan om ons vriendschap op te offeren? Want als je niet uit elkaar gaat... Je blijft matties, ben ik 100% zeker dat je nog gevoelens voor elkaar gaat hebben. Vooral als je ziet dat je partner met iemand anders gaat. Ja. En ik denk niet dat een gezonde vriendschap is. Kan je voorstellen dat Kaylee met een andere man gaat? Zo, Atibo, ja, sorry, no, sorry. No. Hey, is jouw man agressief? No. Nee, je gaat niet lukken. Ik zie het. Weet je dat je zegt dat je volwassen genoeg bent, zeg, dan blijven we vrienden en dan moet je dat allemaal gaan zien. Nee, zoals we hebben gezegd, geen enkele relatie is perfect. En we hebben ook down momenten gehad waarbij er ook afleidingen waren geweest. En precies zo'n situatie was ontstaan. Oh, wat ik hier omschrijf. Ja, en we waren sowieso uit elkaar, maar die vriendschap wilden we sowieso nog behouden. Ja. Ah, nou leuk. Oh, zie je? We toch weer bij elkaar beland. Oh, jullie hebben dat geprobeerd, wat ik hier schets van. Oké. Ja.
jullie zijn weer bij elkaar beland. Tijdens die test van jullie zijn jullie weer bij elkaar beland. Dus, nee, ja. Zie je, zo leer je kennen wat wel of niet werkt. Ja. Want geen enkele relatie is perfect, geen enkel mens is perfect. Sowieso niet, sowieso niet. Testen zijn uitdagingen zijn en yeah. andere gevoelens zijn, bijvoorbeeld van hey, bij deze lukt het niet, misschien bij iemand anders wel, of die laat me anders voelen dan... Klopt, omdat het nieuw is toch? Precies, omdat het nieuw is. Ja, 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 daar lijkt het van. Uiteindelijk zie je van, dit wil ik niet opgeven voor zoiets. Dus. Voor wat wij hier onze 13 jaar, precies. Ik weet hoe jij bent en dan zo mis een 5 puffies meer en al dat soort dingen. Beste hoe. Oké, nee, dat is, jullie hebben het ook geprobeerd. Dat is niet een optie. Een bijzondere verandering in jullie 13-jarige relatie is dus dat pas een baby is gekomen. Ja. Hoe lang hebben jullie dat geprobeerd? Oké. Eerlijk? In het begin sprak zij vaker over. Oh, je had sowieso een kinderwens vanaf het begin. Ja, maar ik was... Omdat hij wilde niet. Hij wilde echt niet. Oh, je wilde sowieso geen kinderen? Nee, ik was van niet ready daarvoor. Ja. Dus zo, maar... En dat respecteerde ik, dus ik bracht het ook niet naar boven steeds. En... Oh, maar dat zal ook een dingetje zijn geweest. Jij wilt wel, hij wilt niet. Maar op een gegeven moment, naarmate dan... En zelf happy wife, happy life, kon jou niet meteen overtuigen nee, van... Nee, in het begin niet. Okay. Dus toen ben ik naartoe gaan. Dus ik ben erover na gaan denken. Echt hard gaan denken. Pas dat. Dus van het jaar zelf echt begonnen toch? Als niet vorig jaar, zo hadden we dan samen kinderen. Ja, oh, leuk. Dus dit is echt vers. Dit is nieuw geluk. Ja, elke dag. Het is het beste ding dat ooit is gebeurd. En als je nu ziet hoe dat nu loopt. Denk je van, oké, die timing is, it's God timing, het moest nu, het want moest je wilde nu, het al lang. Het moest nu, ja. Ja. En bij jou, ik denk dat je jou een beetje te leren kennen, want jij lijkt me een praktische dude. Dacht je ook van, nou, ik wil pas zo en zo zijn wanneer ik een kind neem? Ja, zeg mijn financiële situatie of situatie. Zie je, ik ken hem, hè? Financieel was de eerste ding wat eigenlijk in mijn hoofd opkwam. Waarom? Kijk, ik heb niet echt een geweldige jeugd gehad. Okay. En ik wil niet dat mijn kind ook dezelfde opvoeding kreeg. Ik wil dat ze beter kreeg dan wat ik had. Dat is mijn doel, mijn streven en zo. Dus vandaar. Oh, dus er blijft iets hangen bij jou uit je jeugd, waardoor jij... Ja, dus... Hij denkt altijd aan die worst case scenario's. What if? Wat was zo erg aan jouw jeugd? Dat je er nu nog als volwassen kerel nog steeds meeneemt? Ik ging vaak hier en daar verhuizen met mijn ouders, toen mijn moeder en mijn vader samen waren. Soms waren er dagen waar ik niets te eten was. En letterlijk niets te eten, misschien alleen reis. Zulke periodes en zo. En... Kijk, zie je? En dat is waarom hij denkt, hoe hij denkt en opereert hoe hij opereert. Waar jij een romantische etentje wil, denk jij meteen aan van, nou, maar om zorg goed dat... Ik heb een neefje. Ook opgegroeid in Pina en dat is niets waarvoor je hoeft te schamen, begrijp je? Nee. Die kwam een keer eten, ik was hier, en die zei, nou, zo is genoeg. Hij wilde zichzelf niet laten wennen aan te veel eten. Hij wil gewoon zijn buik vullen, want hij wil nooit meer terug nadat hij weer honger gaat moeten lijden. En toen zei ik van, oh wow, dat is een beetje trauma van vroeger wat je hebt meegemaakt. Je blijft erin hangen. Het leven is inmiddels veranderd. Maar je weet maar nooit wanneer ik weer in die situatie ben. En ik denk dat te herkennen in jou, dat jij vaak daarin teruggaat. Maar jouw baby komt absoluut niet in die situatie terecht. Nee, daar zorgen jullie wel samen voor. Niet. Maar jij weet dat hij zo denkt en daarmee zit. Ja, ik weet wel dat hij aan altijd de worst case scenario's, omdat hij het zelf ook heeft moeten ervaren en dat hij het dan toepast op what if. En jij bent een binnenvetter. En je bent een doemdenker. Ook nog. Ja, eigenlijk. Ja. En jij bent dan meer die zonneschijn. Die zegt van, nou, komt goed. Ja. Jij bent de komt goed persoon in de relatie, the of positive niet? Positive person, ja. Ja, nee, maar dan passen jullie goed bij elkaar. Ying en yang, zoals je zei. Ja. En wat blijkt? Het komt altijd goed. Ja. Is hem ook elke keer bewezen. Het komt altijd goed. Is hij altijd goed. Ja. Nee, leuk. Dus, Oké, dan nu aan baby Doro. Gelukkige vader, God's timing, zoals we zeiden. Wat heeft het voor jou gedaan? Of wat doet het voor jouw leven, Kelly? A baby Doro eindelijk.
uit baby door eindelijk en ik zie. Ik voel me echt gezegend en dankbaar en ik zie wat een geweldige vader Ernesto kan zijn. En dat het een next step is in life en dat ik heel erg dankbaar ben dat het tot zo heeft, naartoe heeft geleid. Van baby neem? Melin. Melin. Hoeveel maanden? 3 maandjes. 3 maandjes. Oké, leuk. Zie je echt vers, man. Daarom feliciteer ik jullie gelijk. En meen ik dinner video. Nee, leuk. Dus, en dat vind ik mooi aan een relatie. Want jij kent Ernesto nog niet als vader. Nee. En jij kent haar nog niet als moeder. Hoe vind je Kelly als moeder? Ze doet het heel goed eigenlijk. Ik weet... Moeders die, ja, die echt moeilijk hebben wat als ze kind hebben, ze pas een kind hebben, heb je echt moeders die moeilijk hebben en zo. En dat zij echt ja, sterk staat en echt blij is en zo is, is echt dingen voor me, is echt wat voor me. Want 3 maanden is pas en je hebt meteen de draad opgepakt met je filmpjes en je rokken en al dat soort dingen? Ja, ja, zo helemaal niet rustig. The show must go on type attitude heb jij, hè? No time to lose. Zo erg dat van, hey baby, dit is toen. Ja. Dat zei baby. Ja. Ja. Is dat een fulltime ding wat je doet, content creator? Nu wel, ja. Yeah, oké, okay, mooi, dan gaat het goed. Dat gaat niet. Want dat is ook bewonderingswaardig, hè? Dit is iets wat je zelf hebt opgebouwd. Respect daarvoor. En leuk ook. En je betrekt ook iedereen om je heen. Is dat iets waarvan jullie ook discussies hebben gehad van... Hey boy, we kunnen liever... Want je moest geloof hebben. Want ja, heel lang is niets binnengekomen. Mm. Kan ik me voorstellen. Ja. Dan. Ja? Dus jij bent degene die gelooft in magie. En jij bent die praktische persoon ook. Ja, toch? Ja. Als jij Ernesto moest omschrijven. Ja. Want ik ga deze aflevering sowieso... Het komt op Spotify, dus het is ook te beluisteren. En op Spotify geef ik het altijd een mooie titel. Deze ga ik sowieso noemen... Mastra van Kelly. Omdat you en Lucky's Riffy zo. En dat is iets waar je trots op bent ook, toch? Ja, heel trots, heel trots. Hoe zou jij Ernesto omschrijven? Dus als ik zeg van, Lucky, je hebt een man, ik heb een man. Oké. Wie is Ernesto? Hoe zou je hem omschrijven? Hij is de meest caring, de meest behulpzaam, lief. Boy, hij is gewoon een, voor mij, in mijn ogen, de perfecte persoon. Perfecte persoon voor jou. Ja. Caring, lief. Caring, lief, alles. Hij heeft volgens mij een jaar lang op mijn oma gelet, hè, als mantelverzorger. Niet eens, oh, wow. Ja, op mijn oma, op... ja, je kan zeggen een doodsvreemde, want is... is dit geen bloed van hem? Geen bloed. En hij heeft dan zijn werk opgegeven om echt op mijn oma te letten die in een rolstoel zat. En hij was echt daar voor haar. En we bleven ook met haar samen. Om haar te verzorgen? Ja, te verzorgen. Dat is... Je zit er heel bescheiden bij, maar dat is inderdaad... Daar moet je een bepaald soort persoon voor zijn, want je verwacht dat niet van hem. Nee. Je zou het ook niet erg vinden als je zegt, dat is te veel man voor zo'n goede oma. Ja. Nee, dat is bijzonder. Oh ja, you're a caring person, inderdaad, ja. Omschrijf Kelly voor me. Het is lief. Ook lief. Het is iemand die me altijd op de juiste pad brengt. Als ik echt van die slechte momenten heb of gedachten en zo. Het is echt iemand die daar is. Dus, ja, net als wat ze zeggen over mij, is ook de perfecte voor mij. Dus ik zou mijn leven echt niet zien zonder haar. Ik kan niet voorstellen. Nee, voorstellen zonder haar. Nee, mooi. Ik vind het leuk om naar jullie te kijken. Jullie zien er leuk uit samen. Jullie klinken leuk en die tegenovergestelde karaktereigenschappen. I think that's what makes it work. Jammer. Hey, bedankt dat jullie zijn komen delen, man. Hoe jullie lobby in elkaar zit. Kelly, en dit vind ik grappig, hè, want dit is meestal. Jullie zijn heel bescheiden in het echt. Maar in die filmpjes gaan jullie los. Heel leuk. Ja. Wat ik wil dat je voordat je weggaat, wat je voor me moet doen. No tell what the voorstel give me. Ja, dat moet voorstellen. Doe ook aan die schatjes van me even kijken wat het budget. Hoe nou dat in publiek? Maar geef me een hint wat ik kan doen. Ja, kijk, hele stem gaat weg. Je is kwijt in het echt, hoor.
Een aantal zijn er. Nee. Hey Lobby, voor jullie, de mensen die, want ze maken hele leuke sketches, waar kunnen we dat zien? Ik vind dat je Kaylee moet gaan checken als je het nog niet hebt gezien. Waar kunnen we dat doen? Ik ben overal, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Wat moeten we intikken? Op Kaylee Shangxingling. En dan zie je al een aantal recommendations, suggesties. Okay. Ik denk als je alleen Kaylee doet, dan komt het al, denk ik. Is je het, hè? Ja. Jullie zijn minder bescheiden op dit moment. En terecht, want jullie zijn lekker bezig. Hey, ga het checken en check ook mij op TikTok, Instagram. Volg me op YouTube en abonneer is het, hè? Ja, zie je, ik moet nog erin gaan. Ik ben niet 2 jaar bezig. abonneer je op YouTube, Gilly's Love Line. Hey, zoals ik altijd zeg, en vandaag was weer een mooi voorbeeld. If it ain't about love, it ain't about nothing. Ik zie je graag bij de volgende date. Yeah!